Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Assassin's Creed Liberation HD. We spelen nu als Evelyn, de jonge dame, hoe noem je dat? De jonge dame of jonkdame? Ik weet niet, gewoon een dame met hele mooie kleding aan. Wij moeten nu een poster van de muur afscheuren, zodat wij niet meer bekend zijn bij de autoriteiten. Dat ze ons zullen achtervolgen. Nee. You reduce the slave's persona notoriety by tearing down wanted posters. Bla 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 bla. Zo snel kon ik dat. Ik kan niet sprinten. Kijk, dus dit is gewoon een beetje. Het is een beetje rennen. En je kan ook nog fast walken. Jezus. Sorry Evelyn, maar je hebt wel een beetje een dikke reet in deze jurk. Sorry. Sorry. Laat het achter in de reacties als je dat ook vindt. Hè? Ik weet, oké, wacht. Neem een blik. Hè? It's all yours. Doe wat je wil. Maar je kan niet zeggen dat ze niet echt. Come on, ze heeft wel een beetje een dikke reet hierin. Je kan zeggen wat je wil. Ik moet even één ding nakijken. Holy shit. Build spaced. Dat is awesome. Fucking effecten en shit. Oké, in ieder geval, we gaan nu traveling clothes kopen. Zodat wij kunnen reizen. Geen idee waarom of wat dan ook. Maar we gaan gewoon bij de tailor, de naaier, naar binnen. En ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Slave outfits. Traveling clothes. Serieus, dit? Dit zijn reiskleren. Wat is het? 50 pond? Ik weet niet. 50 iets. Ah, quest item obtained. Dankjewel. Eens even kijken. Oké, dus die kleding heb ik. Return to the Grand Prix Mansion. Mansion. Ik weet het, ik weet het. Hup, davai, doorlopen. Je kan zeggen wat je wil, maar ik vind wel... Move. Ik vind wel dat ze er mooi uitziet. Ze ziet er mooi uit in deze kledij. Oh. Oh. Ik dacht, ik word achtervolgd. Maar het is gewoon een een persoon die nu gebeurd is. Of een NPC die nu gebeurd is. Oké. Okay. Hoe gaan we dit oplossen? Fucking er tegenaan duwen? Move. Volg. Help. Fuck it. Ik ga gewoon terug. En als jij er niet bent. Ja, dat is dan heel jammer. Weet je. Dat is. Bedoel, jij hebt mijn kleren. Ik heb het eerlijk gekocht. Anders ga ik jullie gewoon aanklagen. Van yo, ik heb mijn kleren niet. Wat ga je daaraan doen? Interact. Laten we naar binnen gaan. Oh, het diner. Het diner. Eigenlijk, nee, dat is onbeleefd toch? Een hoed op te hebben tijdens het eten. I fear you are not resting enough. Oh, papa. I'll take my rest when this life is exhausted. You will hasten that end at this rate. I do fear you are more like your father than his feet for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that okay. All he has to offer? I should think for all his attention, he would request your hand. All the same, it's the work that interests me. Oh dear me. By the turn of this conversation, it would appear I have lingered too long at this table. If you'll excuse me. Nou, die gaat dus ook gewoon, die loopt gewoon weg van zijn problemen. Good day, papa. En hem hebben we dus ook geen ene reet. I can tell you now, Evelyn. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more womanly problems, do not hesitate to see me. Moeder, hoe masturbeer ik? Oh, nice. Oké, okay, deze hebben we gedaan. Nice. Eens even kijken. Oh, wat gebeurt er? Animus memory note. Since the disappearance of her mother, Evelyn has been raised by Madeline de Lee. With the realization that they shared similar views, the bond between... Oké, ja. Oh, dit is ook een loading screen. Het zeg maar, omdat ze dus geadopteerd is door die blanke vrouw. Maar ze hebben zeg maar hetzelfde idee over slavernij. En daardoor hebben ze zeg maar een hele goede band met elkaar. Vandaar dus dat die blanke vrouw, onze moeder, ons dus helpt. The frustration is understandable, monsieur. In your position, I
I should demand a full investigation. Please, let me look into it. I will go talk to Monsieur de Saint-Maxent at once. Beter ga je dat gelijk doen. Monsieur Blanc. At least Monsieur I know Blanc. I can always rely on you. Nou, dat is ook wel een beetje overdreven, vind je niet? Op altijd op iemand kunnen bouwen. Altijd. Oh, nu moet ik hem telen. God, ik vind de teelopdrachten. Ik weet niet, nu als ik een jonge dame ben, vind ik dat helemaal niet zo verkeerd. Hoho. Hoho, hoho. Sacre bleu. Ja, hier. Want ik weet, ik heb lang genoeg Assassin's Creed gespeeld. Ik weet, op een ogenblik gaan ze gewoon omdraaien, zoals dat. Dus dan ga ik er even bij zitten. Heeft geen idee van, yo, hey, ik word achtervolgd. Shoo, shoo, loop maar door. Bribbe de bib. Je weet niet dat ik het ben. Oh, dat is die seduce, denk ik. Oké, andere kant op. Hij heeft me door. Oh god, snel, paniek. Oké, hij heeft me niet meer door. Loop door, alsjeblieft. Je maakt me zenuwachtig. God dinges, loop gewoon door, man. Vervelend personage, Gerard. Monsieur Blanc, Gerard Blanc. Je bent een vervelende man. Dat rijmt. Ja, ik loop al door. Hey jongens, hoe gaat het ermee? Ik kom er even bij staan. Hopelijk vinden jullie het niet erg. Ik heb borsten, dus meh. Oké, wat is hier? Hij staat bij de haven. The cargo is stolen from this very ship. I have no more means of retrieving it than you do. Oui, monsieur. That is indeed troubling. Well, hij heeft wel vette kousen. I know this much. The devil had that gong to impersonate my dress and my signature. Can you imagine? No. Oh, sacre bleu. Imagination has never been my strong. Wist je dat de Fransen eigenlijk nooit sacre bleu zeggen? Het is echt gewoon een verzonnen ding. At your books? My books. Dus het is wel een woord, maar ze zeggen het gewoon nooit. If this crew takes bribes, I'd wager he's no less corruptible. Oké, dus we moeten de kapitein dus hebben. Bribe the ship guards. Heb ik Dooku bij me? Heb ik genoeg Dooku? Kan ik ze niet gewoon verleiden of zo? Van hey, ik heb borsten. Misschien dat het werkt. Press A to attempt bribe when the option appears on the screen. Bribe. And I will double it with dice. Dank u. Ik kom even een blik werpen. Charm. Oké, hoe charm ik hem? Charm? Oké, hoe gaan we dit doen? Are you the captain of this ship? Si. Capitán Carlos Dominguez. At your service. Wat een galante heer. Oké, hoe charmen we hem? Hoe doen we dat? Charm A. May we speak in private, Capitán? Who am I to refuse such a goblin creature? Come. Ooh. Lead Dominguez to his quarters. Oké, is dat hierboven? Dan ga ik hem neerprikken. Ik moet hem wel charmen. Want, oh, dat is dat hartje dus. Ah, fucking goed. Would you be so kind as to tell me what happened with Monsieur de Saint-Maxent's shipment? Monsieur de Saint-Maxent? Why would you want to know? Bah! Don't you worry, my little Angel. The cargo found its way. Hij stak gewoon echt letterlijk zijn duim in mijn neus. Let me board you. Wat wil je er doen? I dare you to tell me this isn't the best material wine that ever graced your heavenly lips. If you insist, Capitán. I do. Pak het papiertje. You will not find a better vintage in all of the new world. I'm intrigued. Truly. Gaat ze er nu vandoor? Wauw. Ik weet niet of dat zo goed gespeeld was. They hid the goods in two warehouses. Oké, twee pakhuizen. Avoid killing anyone. Lead Dominguez to his quarters. Full sync. Got him. We moesten hier naar binnen. Of gewoon hier. Start memory.
Activate Eagle Vision. Investigate the clue. F. Wat is het? Waar moet ik naar kijken? Ik weet het niet. Wat is de clue? Oh, dit is de clue. Voetstappen. Hij loopt helemaal niet in die voetstappen. Maakt niet uit. Wacht, wat stond er nog meer bij? Ik zag iets van charm at least one guard. Constraints. Charm at least one guard. Main objective, locate the stolen goods. Oké, we kunnen wel één guard gewoon. Maar dan kunnen we hem ook gewoon in plaats van... Ja, maar dan gaan we hem niet zeg maar... Dan gaan we hem gewoon wurgen of zo. Oh, dat doen we even. Gewoon even wurgen. Ik ga deze guard wel charmen die hier staat. Oké, eens even kijken. Ik zie nergens nog voetstappen, dus we lopen even een tikkeltje door. Wat, is dat een hele groep van guards? Nee. Oh, hello. How are you doing? Stand back now. You're not my type. You're not my type? Dan maak ik je mijn type. Kom met me mee. Ik ga naar binnen. Ik blijf je charmen. Het werkt. Oeh, kom met me mee. Het is wel een avoid killing everyone, dus... Kijk, kan ik hem wurgen? Kan ik hem mappen? Zonder dat hij alarm slaat? Oké, want als ik zeg maar achter hem ga staan... Wurg! Gewurgd door een dame. Fucking prachtig. Prachtig dit. Oké, Oké, dit zijn de goods waarschijnlijk. Of de clue. Oké, toen liep hij waar naartoe? Gewoon hier de deur uit. Oké, zover. Ja. Oh shit. Ik moet hier snel weg voordat ik... Oké, niks aan de hand. We lopen een beetje door. We hebben in ieder geval een guard gecharmed. Oké, we moeten even naar dat groene vlak. Kijk je links onderin op je minimap. Zie je dat daar een groen vlak is? Daar moeten we zijn. Waarschijnlijk moeten we weer even een guard charmen. Tenminste, waar is dat stipje? Dat stipje is weg. Oké, investigate. Ho ho ho. Le investigate. Investigate. Give Maxin the good news. Oké. Wat is het goede nieuws? Ik wil weten. Rennen, Aveline, rennen. We konden niet klimmen, hè? Nee. Hier doen ze het weer, hè? Met drie of zo. Jongens toch, jongens. Ga me nou niet een hele lecture laten geven over fucking efficiëntie. Daar heb ik geen zin in. Ik charm jullie wel even beide. Look at my booty. leuk joh. Nee, dat is die hond weer. Maar dat kunnen we nu niet doen, omdat we een dame zijn. En dan ga je geen vieze honden, ga je petten. I guess. Oké, Maxin, ik heb je nieuws. I am terribly grateful for your assistance, Mademoiselle de Grand Prix. But how did you ever... Never mind. Just please. Ja, vraag me niet om de details. You expect a considerable discount for his trouble. Prachtig. 500 doekoes. Oké, laten we hier ingaan. De volgende memory. Investigate how to infiltrate the governor's mansion. Eens even kijken wat dat te brengen heeft. You may put your mind at ease, monsieur. The cargo will be delivered on time. I dare say thanks are owed to Saint Nicolas. Or perhaps a guardian angel, monsieur. Dat zou ik zijn. Aveline, I'm sure it is not your old father's company that draws you here. I will leave you both to your private business. Oh god, hij is die kwal. Aveline, the documents you found aboard the Rat Captain's ship. I recognize the name.
Of hoort hij ook bij Assassin's Creed? I don't know what his business is here, but we can be sure it's more than a simple larceny. How can I help? One of Agathe's servant contacts tells us that he will attend a social soiree at the governor's mansion this evening. I'll have my best dress ready. Or my worst. Fear not, Gerald. I'll uncover his true purpose. Okay, that's interesting. In the meantime, may I suggest that you familiarize yourself with the governor's mansion? Perhaps discover a discreet way to enter? Don't worry, Gerald. I will prepare well. Hij zat naar mijn borsten te kijken. One more thing. There is a house for sale near the governor's mansion. It would be ideal for a dressing chamber. If you wouldn't mind buying it. Your wish is my command, Monsieur Blanc. Oeh, hij heeft een boner. Hij heeft gevoelens. Eerlijk, we gaan gewoon echt letterlijk fucking naar een huis toe. Om het compleet te kopen, om het echt als kledingkast te gebruiken. Dat is wel vermakelijk. Oké, laten we er naartoe gaan. Hoeveel meter is er nog? 50 meter vanaf hier. Gaan we doen. Doen we. We gaan niet daar doorheen, want het is niet mogelijk in deze jurk. We gaan hier er wel doorheen. En dan kopen we deze os. Nee, we moeten aan de voorkant zijn. En dan krijgen we waarschijnlijk dit duivenhok er ook bij. Wat dan ook weer opdrachten zal opleveren. Denk ik zo. Oké. Pay 500 to rebuild. Dat is niet veel. Dat hebben we net echt letterlijk met één missie verdiend. Het staat er op de voorkant. Ik kan het niet lezen. Tavern Isle Blanc. Zoiets. Interact. Change into slave persona. Oké. Maar moet ik dan die travel pak weer, of het travel pak weer aan? Blijkbaar niet. Maar ik snap niet. Waarom doen we slave persona aan in plaats van die ander? Find a way into the mansion. Ik ren er al naartoe. La 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 la. La 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 la. Worden hier mensen opgehangen? Ja, oké, daar gaan we niet naar kijken. Want dat is angstaanjagend. Da 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 da. Da 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 da. Ik moet wel even mijn timer in de gaten houden. Want wat ik in gedachten had voor afleveringen. Is rond de 20 minuten. Dat vind ik wel een. Vind ik wel een mooi minuutje. Om het zeg maar af te sluiten. Dus we gaan even kijken. We kijken nu zeg maar. Oké, hoe komen we dus binnen? Nou, zo, er staan dus guards aan de voorkant. Maar die man liep er doorheen. Waarom liep hij er doorheen? Moeten we hem waarschijnlijk achtervolgen? Tail the butler, ja. Om te kijken van wat hem zo bijzonder maakt. Behalve het feit dat hij een butler is. Ta-da-da-da. Butler, ik achtervolg je. Want ik ben een slaaf. Ik ga hier snel achter de pilaar staan. Andere kant. Hij ziet me niet. En ik zie hem wel. Oké, dus hij kan hier dan waarschijnlijk doorheen lopen. Maar ik hem waarschijnlijk niet. Butler, go. Man, go. Kan ik er ook doorheen lopen? Of word ik tegengehouden dan? Come on, ik wil er doorheen. Dank u. Nee, 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 nee. Error, paniek. Oh god, oh shit. Ze gaf me ook geen duwtje, wat echt normaal gesproken in fucking andere Assassin's Creed zou gaan gebeuren. Als van, hé, je mag hier niet in. Klunk. Weet je. Maar nee, dit was gewoon echt, oh god, ik ben al bijna gelijk helemaal detected. Oh god, dat was close. Nee, ze gaf me geen, zeg maar, corrigerende tik. Dus ik zat van, nou, ik loop wel door, hè. Dat zal waarschijnlijk toch niet uitmaken. Maar blijkbaar dus wel. Ik heb jeuk in mijn oog opeens. Hoe doe ik dat? Hoe doet het lichaam dat? Zeg maar gewoon jeuk aan je fucking oog te krijgen. Oké, ik moet even kijken hoe ik nu binnen ga komen. Ik denk hier aan de zijkant kan ik dat doen. Alhoewel dat is ook afgesloten. Dus ik denk dat ik het daar aan de linkerkant moet doen. Oké, snel doorlopen. Go, 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 go.
Butler, ik zag je, jij zag mij. En ik zag jou. Wij zagen elkaar. Oh, wat is dat spannend. Oh, oh, oh. Oh, wat is dat spannend. Oh, oh, oh. Butler, wat heb jij te verbergen? Let me know. I want to know it all. For I am the assassin. Aveline, ik ben de assassin. Come on, Butler. Come on. Come on. Oh, zit een dronken man om me heen. Loop eens door, man. Jullie zien me niet. Ik ben een slaaf. Jullie hebben mij niet door. Oké, wat is... Oké. Hij spreekt af met een blanke man. We need these goods delivered to the south entrance just after sunset. Here, this will grant you access to the kitchen. Oké, toegang tot de keuken. Waarschijnlijk moeten we die man dan stelen. Oké. Become anonymous to continue. Nou, als het goed is, ben ik anonymous. Oké, hoe stelen we ook alweer? Nee, nee, dude, nee. Hoe kan dat? Object, ik raakte hem geen eens aan. Are you kidding me? Ik moest gewoon letterlijk... Oké. Dus ik moet omlopen. Ja. Bla, 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 bla. Oh, nee. God, dat kan natuurlijk niet. Oké. We wachten het wel af. Prima. Klik. Spatie, enter. Het doet allemaal niks. Oké. Dus ik ga zo lopen. Loop ik zo. Lupip pickpocket. And it's done. Ik heb de sleutel tot de keuken. Inventory plus 700 gold. Yay! Hey, jij daar. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. Vond je dit gewoon een hele vette serie of gewoon een super vette game om naar te kijken? Laat het gewoon achter in de reacties. Dat vind ik leuk om te lezen. Ik lees echt trouwens alles wat dat betreft. Dus al heb je iets leuks te zeggen, of al heb je iets slechts te zeggen, mag ook. Van, hey Don, wat een klootzak ben jij nou weer? Ik lees het en dan ga ik reageren van, hey, jij bent ook een klootzak. Laten we allebei klootzakken zijn. Yay! In ieder geval, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.